Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de nieuwe poeder foundation van Elf Cosmetics testen. Het wordt ook weer een full day wear test. Dus ik ga de make-up de hele dag oplaten. En dan kunnen we zien hoe het er aan het einde van de dag uitziet. Ik ben heel benieuwd hierna, want ik gebruik eigenlijk nooit poeder foundations. Ik gebruik ze wel zo nu en dan, maar meer als gewoon een poeder. En niet echt al over mijn gezicht. Ik heb 1 keer eerder zo'n product gebruikt en een video over gemaakt. En dit wordt dus mijn tweede. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ook omdat ik een normale tot droge huid heb, vind ik poeder niet zo heel fijn op mijn gezicht. Maar ja, ik ben toch gewoon benieuwd hoe het gaat werken. Die andere was best wel oké, volgens mij, als ik me goed herinner. Dus ik ben echt heel, heel benieuwd hiernaar. En ik denk jullie ook, want ik heb jullie gevraagd op mijn Instagram wat ik vandaag moet reviewen. Deze poeder of de nieuwe Huda Beauty Concealer. En de meeste mensen wilden graag deze Elf poeder zien. Dus dat is dan wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik heb dit product gratis ontvangen in PR. En ik heb 3 kleurtjes ontvangen. Dit is de Elf Cosmetics Camo Powder Foundation. En dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon zo'n simpele witte verpakking. En dit is dan de inhoud. En gelukkig zit er ook een spiegeltje in. Oké, jongens. Dit is dan de nieuwste foundation van hun Camo Line. De poederversie. Want ze hebben ook een normale. Die heb ik al. Deze is echt geweldig. Echt een volledige dekking. Heel fijn. En blijft de hele dag goed zitten. Dus hier ben ik heel blij mee. Dus ik ben benieuwd of deze poederversie even goed gaat zijn. Of misschien zelfs beter. Slechts 12 euro. Dat is best wel goedkoop. Laten we gaan kijken naar de claims. En met primer doordrenkt de langdurige foundation die een airbrush non-cakey look bereikt en blijft zitten. Van de eerste toepassing tot de laatste oproep. Deze superieure opbouwbare foundation nodigt uit om een medium tot volledige dekking aan te brengen voor een vage, egale tint die niet vettig aanvoelt en glans op afstand houdt. Het niet-comedogene geperste poeder is licht als lucht, kreukvrij, talkvrij en zorgt voor een onberispelijke natuurlijke finish op alle huidtypes en tinten. Ik kies uit een brede wire van 30 tinten. Oké, 30 kleuren is een goede hoeveelheid. Er staat dus online dat ze een medium tot volledige dekking heeft en dat het je helpt met glans op je gezicht. Dus vooral gericht denk ik op de vettige huid. Maar er staat ook geschikt voor elke huidtype. Nou, mijn mening zijn dit soort producten wel echt ideaal voor mensen met een meer vettige huid. Maar ja, we gaan het gewoon even aankijken. Ik heb dus 3 kleuren. Oké, geen enkele kleur is mijn kleur. Want de kleur die perfect matcht met mij is medium 330. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik ga even alle 3 de kleuren swatchen op mijn wang, want dan kunnen we zien welke het beste match. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht, behalve dagcreme en mijn wenkies en that's it. Dit zijn dan alle 3 de kleuren naast elkaar. Ze zien er op zich allemaal wel goed uit. Ik ga beginnen met de kleur medium 370M. Ik ben nu wel op mijn lichtst. Ik heb vandaag al gescrubbed en alles, want ik ga vanavond bruinen. Dus dit is nu mijn lichtste huidskleur. Oeh, deze gaat te donker zijn voor mij nu. Ik denk dat het niet echt handig is dat ik heb gescrubbed. Want nou ben ik echt super wit. Nou gaan we in met de kleur medium 310C. Deze is denk ik meer koud of zo. Ja, deze is iets meer koud. Zie dat verschil? Oké, en dan de laatste. Dat is medium 355W. En die doe ik dan zo hiernaast. Oeh, die is nog donkerder. Oké, op dit moment matchen ze niet met mij. Maar normaliter wel. Want normaal ben ik dus een stukje donkerder. Ik denk dat ik voor nu echt gewoon deze kleur ga moeten gebruiken. En ik denk dat normaal deze kleur zou matchen met mij. Maar ja, voor nu ga ik dan gewoon met deze kleur hier. Alleen de ondertoon klopt niet. Want mijn ondertoon is warm. En dit is een koele ondertoon. Of ik ga de 2 mixen. Dat ik deze 2 mix. Ik weet niet, ik ga gewoon toch gewoon voor deze lichtste. Maar eerst ga ik mijn gezicht preppen. Ik ga in met primer en met concealer. Voor primer gebruik ik mijn Pixi Oily Primer. Want ik vind het fijn als mijn gezicht een klein beetje vettig is eronder. Er staat online niet echt hoe lang het goed moet blijven zitten ofzo. Dat vind ik wel jammer. Dan ga ik in met concealer. Ik gebruik deze concealer van de Rimmel Kind & Free collectie. In de kleur 030 Medium. Deze lijkt een beetje gewoon op mijn huidskleur. Dus is heel naturel. Je moet altijd liquid producten aanbrengen onder poeder. Vandaar dat ik nou eerst mijn concealer aanbreng. Oké, jongens, laten we beginnen. Wat hier ook onder zit is een sponsje die ik echt niet gebruik. Ik ga gewoon in met mijn beauty blender. Of ja, dit is geen beauty blender. Dit is ook van Elf Cosmetics hun spons. Deze is echt heel fijn. En dan pak ik gewoon een beetje zo met deze spons. Ik pak niet te veel. En dan ga ik het gewoon zo helemaal aanbrengen. Ik ben zo benieuwd of het te droog gaat zijn of wel genoeg dekking heeft. Ik ga het eerst aanbrengen op de helft van mijn gezicht. Ja, het is niet echt mijn kleur, maar dat moeten we gewoon even gaan negeren nou. Het is dus grappig, want ik ontvang altijd te lichte kleuren. Nou heb ik eindelijk een goede kleur ontvangen, ben ik weer lichter. Echt jongen, het is me niet gegund.
Oké, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik vind het niet eens mooi egaal of zo. Ik ga iets meer aanbrengen. Ik weet het niet. Ik heb het nou hier wel en hier niet. Het is wel echt mat. Het haalt wel echt glans weg. Je ziet hier hoeveel mijn gezicht nog glanst en hoe mat het hier is geworden. Maar ik weet niet of ik het echt heel mooi vind liggen op de huid of zo. I don't know. Wat vinden we ervan, jongens? Hier is dus niks. En hier is de foundation. Nou ja, ik ga het gewoon aanbrengen op de rest van mijn gezicht. Ik vind het meer een naturel dekking. Niet echt volledig. Het is meer echt gewoon medium. Ook al breng ik meer aan, dat maakt niet eens echt heel veel verschil. Ik weet echt niet zo goed wat ik hiervan vind. Tot nu toe ben ik niet echt heel enthousiast. Oh my god, deze kleur. Ik trek het even door naar mijn nek, want dit ziet er zo niet uit. Oké, dit is het dan over mijn hele gezicht. Ja. Het is gewoon heel naturel. Ik vind het echt meer naturel. Er staat ook wel online dat het een naturel finish heeft. Maar wel een medium tot volledige dekking. En dat zie ik niet echt. Ik zie echt een medium dekking. Ik weet niet. Ik zou dit ook weer niet gebruiken over mijn hele gezicht. Misschien gewoon op plekjes voor wat meer dekking of zo. A few moments later. Of vind ik het wel mooi. Jongens, oh my gosh. Ik ben echt verdwaald. Nu ik er weer zo naar kijk, vind ik het misschien toch wel gewoon mooi. Wat wel echt klopt is, het is niet dikkig. Er ligt nu niet zo'n dikkige plamuurlaag op mijn gezicht. Dat vind ik wel fijn. Ik weet niet, ik moet er nog eventjes over nadenken. Ik denk dat wat ik nu het beste gewoon kan doen, is mijn gezichtsmake-up afmaken. Ik maak gewoon vandaag mijn everyday make-up look. En dan aan het einde eventjes zien wat ik ervan vind. Ik heb een hele oorbel vies gemaakt, like always. Ja, dat ga ik doen. Misschien dat als mijn hele make-up er gewoon goed op zit, ik beter mijn mening kan geven. Ik ben er weer. Mijn hele natural make-up look is af. Even snel iets anders. Voor de mensen die mijn laatste Shop With Me video hebben gezien in de Kruidvat. Die hebben gezien dat ik deze nieuwe 5D mascara heb gehaald van Revolution. En deze lipstick slash lip balm van L'Oreal. In de kleur 191. De Glow Paradise lipstick. Dit is een lipstick en een lip balm in 1. Ik heb ze vandaag allebei gebruikt voor de eerste keer. En ik vind ze allebei fijn. Deze mascara werkt echt geweldig. En maakt ze echt super lang. En deze is ook echt heel fijn. Het is echt letterlijk een lipstick en een lipbalmpje in één. Het voelt super fijn aan op de lippen en de kleur is heel mooi. Dus even een snelle update hierover. De foundation. Ik ben er blij mee. Ik weet, het begon niet helemaal goed, maar ik ben er echt blij mee. Ik vind het er heel mooi natural uitzien. Het is niet te droog, ondanks dat het gewoon letterlijk een poeder is. Alles is heel mooi. Het brak er allemaal goed op aan. Ik heb wel wat glowy producten gebruikt. Maar het is echt heel mooi. Het is echt heel naturel. Natural dekking, natural finish. Alles eraan is gewoon echt heel naturel. Ik vind ook dat de kleur nu op zich best wel gewoon matcht met mij. Nu al de rest van mijn make-up erop zit. Dus ja, ik ben er blij mee. Nou gaan we het gewoon de hele dag dragen. Ik zeg jullie eerlijk, ik had niet verwacht dat ik het iets ging vinden. Maar het is op zich echt best wel mooi. Ik vind ook dat het echt mooi egaal maakt. Daar hou ik wel van, dus ja, I like it. Het is nu 11:30 zoals je kunt zien. Er staat niet per se bij dat het long wear is of echt heel lang moet blijven zitten. Ik vind altijd dat het in ieder geval 8 uur moet blijven zitten. Dan is het gewoon goed. Als het er al afgaat na 4 uurtjes, ja, dan heb je er gewoon niks aan. Want niemand gaat zich heel tijd opnieuw opmaken elke paar uur. Dus het moet zeker goed blijven zitten tot, laat ik zeggen, vandaag 6, 7, 8 uur zo. Dus ja, let's do this. Oké, ik ben al heel snel bij jullie terug, want het is nou letterlijk slechts een half uurtje later. Maar ik wilde jullie ook eventjes de make-up laten zien in normaal daglicht. Ik sta nou gewoon voor een heel groot raam. En dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Zoals je kunt zien is het echt best wel mooi. Het is helemaal niet dikkig of whatever. Kijk even dit. En alle glans komt niet door de poeder. Dat komt echt door alle glanzende make-up die ik heb gebruikt. Maar zoals je kunt zien, het is heel mooi, heel smooth. I like it. Tot nu toe ben ik er echt wel blij mee. Ik hoop gewoon dat het ook gewoon echt goed blijft zitten. En dan is het echt top. Daar ben ik weer. Het is nu bijna 7:30. Dus we zijn echt al een aantal uur verder. En dit is nu hoe mijn gezicht eruit ziet. Mijn gezicht heeft veel te voortdurend gehad vandaag. Ik heb erop geslapen. Ik heb kleding, foto's gemaakt voor Instagram. Waardoor allemaal kleding over mijn hoofd moest gaan. En heel mijn make-up er heeft afgehaald. Zoals hier op mijn neus. Komt echt door dat en zo. Maar al met al is het allemaal wel oké. Wat is fijn is hieraan. Is dat omdat het zo
naturel is, je bijna niet eens ziet waar het eraf is gaan. Hier op mijn neus is het er basically echt helemaal af, hier zo dit stuk. Maar het valt helemaal niet per se op. En het is best wel vergevingsgezind, want je kunt het gewoon weer een beetje zo uit te blenden met je vingers en dan zit het weer oké. Dus ja, al met al is het wel oké. Het houdt je gezicht echt goed mat. Ik ben er zelfs over aan het nadenken om hem mee te brengen op vakantie. Want ja, ik ga naar een heel warm, zonnig land waar mijn gezicht heel veel gaat zweten. Dus ik vind echt wel dat hij het goed heeft volgehouden. Maar hij is nu wel echt een beetje klaar. Nou is het wel een beetje klaar mee. Je zou het nog wel kunnen bijwerken als je nog een hele lange dag moet hebben. Dus dat wel. Maar voor de rest, ja, I like it. Ik moet zeggen, ik ben er echt best wel blij mee. Ook nog een hele snelle update hier in de auto. Want ik heb het gevoel dat je het hier beter kunt zien. Oh my gosh, er zit een klein insectje in mijn auto. Oké, dit is dus hoe mijn gezicht eruit ziet nu om 7:30 precies. I like it, jongens. En je kunt ook echt zien dat waar het nog zit, het echt mat is gebleven en waar het eraf is gegaan, echt vet is geworden. Zoals op mijn neus is het eraf. En je ziet hier ook helemaal de glans, terwijl hier is bijna niet echt glans en zo. Jongens, ik vind het zo mooi. Even een super duper close-up. Jullie gaan helemaal in mijn gezicht. Mijn halve wenkie is er ook af, omdat ik dus allemaal aan het omkleden was. En ik nooit zin heb om ook maar iets bij te werken gewoon. Dus dit is letterlijk mijn onbewerkte gezicht. Alleen mijn lipsticken heb ik opnieuw gedaan. Goeie foundation. The next day. Jongens, heel random, maar het is de volgende dag. En ik dacht, ik ga nog een full day wear test doen vandaag. Want ik ga vandaag de hele dag naar Walibi. Dus ik vond dat wel een goede test. Ik heb ook gebruind, dus ik ben nou een stuk bruiner. Dus ik denk dat ik nou deze kleur gewoon goed kan gebruiken. Dit is de kleur Medium 370N. Ik denk dat deze nu wel gaat matchen met mij. Ik heb al concealer op en dagcrème, etc. Dus nou ga ik deze aanbrengen. Ik hoop dat de kleur nu wel gewoon gaat matchen. Ja, nou is het wel echt een stuk beter. Het moet matchen met mijn nek, niet met mijn gezicht. Ook heb ik er nu een andere primer onder. Dus ik dacht, dan kunnen we ook zien hoe die weer met iets anders eronder eruit ziet. Ja, ook deze kleur is niet echt een perfecte match, maar we gaan er gewoon mee doen. Oké, make-up look is helemaal af. Eigenlijk gewoon precies dezelfde look als gisteren. Alleen, ja, wat andere producten gebruikt. En dit is nou hoe het eruit ziet. Het is heel mooi. De kleur is alsnog niet een hele goede kleur match. Ze hebben gewoon niet mijn goede kleur gestuurd. Die zou ik nog wel kunnen halen als dit me echt bevalt. Wat ik ook echt ga doen. Maar tot nu toe is het weer echt prachtig, jongens. Zien we dit? Hele mooie dekking. Wat ook fijn is aan een poeder foundation is dat je niet meer in hoeft gaan met poeder. Dus dat scheelt ook weer wat product. I like it. Het is nu echt heel vroeg. Het is nou, even denken, ik film dit met mijn phone. Dus ik kan de tijd niet zien. Maar het is ongeveer 8:30 in de ochtend. Dus ik ga lekker naar Walibi. Dus dit wordt vandaag echt weer een goede test. Als jullie het al goed blijft. Ik ben vandaag een foundation test aan het doen. Foundation test in Walibi. Ik vind het echt mooi. Wat vind je van mijn gezicht? Vind je mooi? Ja, mooi. 2 hours later. We zijn in Walibi. Ik ben zo oranje hier. Mensen, mijn make-up zit nog steeds goed. Kijk hoe leuk het is. Ik ga stuk. Suikerspin. We gaan nu hierin. Oh my gosh. Dit is nou echt gewoon een half vlog geworden. Ik ga stuk. Welkom bij mijn Walibi vlog. Mijn make-up is nog steeds goed. Hoe laat is het nu? Het is nu 1:05. Het is nu 1:05, dus mijn make-up is er al wel een aantal uur op. Ik wil het laten zien in de zon, maar ik zie echt niks. Mensen, kunnen jullie iets zien? In ieder geval, het is nog echt wel goed. Je ziet het. Oeh, surfing skin. Mijn make-up is nog goed. Niet schrikken, we gaan omlaag. We gaan omlaag. Kikker. Nog een stukje. Nog een stukje. Het gaat niet heel smooth. Kom op, je bent er bijna. We zitten in het treintje. Met aardbeien met chocola. Dit is zo droog. Ik ga stuk. Kijk even hoe eng het hier is. Ik ga stuk. Wat is dit voor achterbaan?
ben weer thuis. Het is nu 9 uur en ik was 9 uur ook ongeveer klaar met make-up. Of ja, 8:30 zoiets. Dus mijn make-up is er al ruim 12 uur op. En dit is dan nu hoe het eruit ziet. Het zit echt nog oké. Het zit niet heel goed als echt een long wear foundation. Dat niet, maar dat is hij ook niet en dat claimt hij ook niet. Het is gewoon een mooie naturel poeder foundation. En I love it gewoon nog steeds. Het heeft het echt lang volgehouden. En jongens, echt, ik was de hele dag buiten in een pretpark. Ik heb gegeten, ik heb gehuild, kreeg helemaal zo'n traanogen. Dus mijn gezicht heeft vandaag echt veel, veel meegemaakt. En ik heb niks bijgewerkt behalve mijn lippen. Ik werk nooit iets bij. En dit is dan nou hoe het zit. Ja, ik ben er echt wel gewoon blij mee. Als je houdt van een goede poeder foundation, dan is dit echt een goede. I love it. En lekker goedkoop. Dus ja, ik hoop dat jullie deze halve vlog leuk vonden vandaag. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!